Kloppertstraat, nieuw winkelcentrum. William Traanplein, Koudkamp. En sporters vertrokken naar Consude Games. Hey, fijn dat je weer kijkt naar jouw 10 minuten jeugdjournaal. Als je aan winkelen denkt, denk je al gauw aan de Domineesstraat. Maar als je niet zo goed van de drukte in de stad houdt, kan je nu gewoon shoppen aan de Gompertstraat. Dit is de Gompertstraat. Vroeger was het gewoon een woonbuurt. Maar binnen de afgelopen 10 jaar zijn er heel veel winkels bijgekomen. De winkels zijn er omdat de mensen die toen daar hebben gewoond, op een bepaald moment het besluit hebben genomen om hun perceel en huis te verkopen aan de ondernemers. Ja, velen hebben dit gedaan omdat de buurt steeds drukker werd en het niet meer prettig was om er te wonen. Sommige gezinnen zijn gewoon gebleven, zoals Enzo. Hij is 15 jaar en woont al zijn hele leven aan de Gompertstraat. Wonen aan de Gompertstraat, het heeft zijn voordelen en nadelen. De voordelen zijn dat ik hoef niet naar de stad te gaan shoppen. Het is gewoon even een fiets pakken, naar de winkel fietsen, kijk wat je wilt. De nadelen zijn als je tussen die gebouwen woont. Dan is het echt zo, er is geen wind, het moet dood zijn. En je moet zeker last hebben van die auto's die komen parkeren. En, maar gelukkig woon ik niet aan de drukke zijde, maar meer aan de iets rustige zijde. Maar ik heb wel een supermarkt naast me, zodat kan ik even snel naar de supermarkt lopen en terugkomen. Een supermarkt naast me huis hebben heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Die voordelen zijn dat ik kan even zo in mijn boxer naar de winkel rennen, even iets snel kopen, weet je, terugkomen. Maar de nadelen zijn wanneer het echt druk is, komen de mannen hier, drinken ze hun biertje, doen hun ding, vertellen hun verhaaltjes. En daarna moeten ze gaan ze plassen tegen die muur, gooien ze hun rommel op het erf. Soms vind je zelfs McDonald's bakken daar, joh. Het is vreselijk. Ik wil natuurlijk de mensen die nu nog wonen eigenlijk gewoon heel eerlijk aangeven van kijk, het is niet meer mogelijk om te zeggen van hé, we gaan de Gompertstraat houden tot zeg maar een woonwijk of een woonstraat. Dus vandaar dat ik toen heb gezegd van wat mij betreft, zoals ik het nu inzie, kunnen wij gerust zeggen dat de trend dat de Gompertstraat een winkelstraat wordt, dat dat door zal gaan. Winkelstraat of niet, Enzo woont er al 15 jaar en is niet van plan te verhuizen. Veel lawaai, dat zal je nu horen bij het William Kraanplein, beter bekend als Poelepantje. Dit komt omdat men momenteel bezig is met werkzaamheden op het plein. Door de werkzaamheden zijn ook alle amandelbomen die daar waren weggekapt. Zo zag het plein er op 29 juni 2011 nog uit, toen Clara Seedorf de jongeren daartoe sprak. De amandelbomen waren het gezicht van het plein en zorgden bovendien voor schaduw. Toch vindt niet iedereen het erg dat de bomen zijn weggehaald. Ik denk dat er een plein hier gaat komen en het wordt ontspannen. Ik vind het wel erg dat die bomen weg zijn gehaald, maar dat er een plein komt wordt die speelt zelf leuker. Want in de middaguren kan ik misschien zelf met mijn vrienden hier lekker komen wandelen. En toch zijn er nog personen die daar anders over denken. Sowieso is het niet goed te keuren, omdat op de eerste plaats onze vervoer, de bussen die we hier hebben, namelijk de parkeerplaats van ons is afgepikt. Ons historisch gezicht die is helemaal verdwenen. Ik ben de amandelbomen komen aantreffen, dus ik kan niet zeggen dat ik hier blij mee ben. Niemand weet precies wat daar zal komen te staan. Of er echt een pleintje komt waar de kinderen 's middags kunnen spelen, dat zullen we nog even moeten afwachten. Wat wel een feit is, is dat het jaren zal duren als je weer zulke grote amandelbomen op het plein wil hebben. Ongeveer 108 jeugdige sporters zijn vanmorgen vertrokken naar Natal, Brazilië. Daar zullen ze meedoen met de Consude Games. De grootste groep doet aan atletiek.
Ze hebben gisteren voor het laatst geoefend op Sozes. Pinaf Astrando. Monica. Oké, Sabrina, je pakt die hele groep. Ja. Jongens ook. Jongens en meisjes, dan gaan we die algemene waarding op hier doen. De Consude Games zijn sportwedstrijden voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Het is bijna te vergelijken met de Inter-Guyanese Spelen. Landen van Zuid-Amerika die lid zijn van de Consude organisatie doen mee aan deze Spelen. Suriname en Guyana zijn als gastland uitgenodigd. Ik heet Rashid Rasidja Lachman. Ik ga naar Brazil. In Brazil doe ik 1200, estafette en 150. Ik ben Jonathan Wolf, ik ben 14 jaar oud. Ik doe in Brazilië estafette, 80 meter, discus en kogelstoten. Ons land doet mee in de onderdelen atletiek, tafeltennis, zwemmen, schaken, judo en adapted sports. Het laatste is bedoeld voor de sporters met een beperking. Ik heet Renate Does, ik ben 12 jaar jong. Ik ga in Brazilië 80 meter rennen en ik ga ver springen. Voor veel atleten is het de eerste keer dat zij meedoen aan internationale wedstrijden. Trainer Letitia Friesde heeft ze daarop goed voorbereid. Want als ex-topsporter weet ze precies wat dit betekent. Dan gaan ze echt zien een stadion, groot. En wow, zoveel mensen naar me kijken. En dan ga ik ze echt verder voorbereiden. Nu heeft het geen zin, daar moet het gebeuren. Ik verwacht dat ze allemaal hun best doen, dat ze daar in een sfeer komen en zien hoe het aan toe gaat en dat ze geen cold feet krijgen en niet durven te presteren, maar dat voor hun een push is om te zien hoe het aan toe gaat in hun eigen leeftijdsgroep en dat ze echt uitverkoren zijn en dat ze heel trots moeten zijn dat zij de mensen zijn die nu de kans krijgen om dat te zien en dat ze echt mijn beste beentje voorzetten. Ga mijn uiterste best doen daar. Dat Suriname meer medailles en die dingen naar Suriname brengt. En ga voor goud. De sporters moesten zich al heel vroeg aanmelden op het ministerie van Sport en Jeugdzaken. En ze zijn inmiddels ook al aangekomen in Natal, Brazilië. Wil je ze volgen? Blijf dan kijken naar het Jeugdjournaal, want Sulami en Chavelli zijn ook mee. En dat was het weer voor deze uitzending. We zijn er morgen weer. Fijne avond.